Achilles Enschede heeft knallend en feestelijk het jaar 2015 afgesloten. Maar vanaf vandaag gaat het weer om de punten, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Kwik Twente. De ploeg uit Oldenzaal staat op een keurige tweede plaats in het zaterdag 3e klasse D met 4 punten achterstand op koploper DZSV. Achilles Enschede vinden we terug op een 9e plaats waar het ongekend spannend is, want tussen de nummer 5 Juliana 32 en nummer 13 RKSV zitten maar 4 punten verschil. Achilles Enschede speelt vandaag in een 4-3-3 opstelling met Bart Rijns in het doel. Achterin staan Michiel Nijhuis, Ferdy Bos, Joost Altena en Julian Gort. Het middenveld bestaat uit Rudolf Osindi, Joost Boers en Frank de Horst. En voorin staan Rijn Draamaker, Rogier Beumer en Tom Nieuwenhuis. De wedstrijd staat vandaag onder leiding van de heer Hilhorst. En vanaf sportcomplex Achilles hoort u Ruben Rijns. Hoofdtrainer Mark de Jong kreeg voorafgaand aan de wedstrijd uit handen van de selectie van Kwik Twente een mooi shirtje voor zijn pasgeboren dochter Fenne de Jong. Achilles Enschede in het rood met geel. De eerste wapenfeit is van Kwik Twente. Mats Winkelhuis schiet over het doel. Doelman Bart Rijns. Nieuwe aanvoerder van Achilles. Beide teams hebben de punten hard nodig. Achilles om verder van onderweg te komen en Kwik Twente natuurlijk om de aansluiting te houden met DZSV. De mogelijkheid, maar dat is doelman Rijns op tijd door het doel. Kwik Twente, Winkelhuis. Naar de onderschepping van Achilles, Rijn Draamaker. De bal op Rogier Beumer. Die krijgt geen kracht achter het schot. Rogier Beumer, de spits. Hij moet voor de doelpunten zorgen. Kwik Twente weer in de aanval. Over de linkerkant. Komt daar naar binnen. Schot vanuit de tweede lijn. Niet voldoende gered. En daar is de intikken. Kwik Twente op een 0-1 voorsprong. Dames en heren, in de 18e minuut is het dan 0-1 geworden door doelpuntmaker Rob Snijders. U hoort het. We zien ook de vaste supporters. Kwik Twente was de betere ploeg vanmiddag in Enschede. Kregen veel mogelijkheden. Hier wordt geen overtreding gemaakt, maar wel gefloten. Kwik Twente, vrije bal op een gevaarlijke plaats. Ja, prachtig doelpunt. Jurien Mulde. Hij brengt Kwik Twente op een 0-2 voorsprong. De stand op 0-2 voorsprong. Doelpunt gemaakt met nummer 10, Jurien Mulde. De zorgen op de bank van Achilles. Wederom Kwik Twente. De bal gaat voorlangs. Dan kan Rijn Draamaker uitverdedigen. Is het gevaar even weg. Inmiddels in de tweede helft. Hetzelfde spelbeeld. Kwik Twente krijgt de mogelijkheden. En Achilles verdedigt. Vrije bal van de rechterkant. Daar is aanvoerder Winkelhuis dichtbij, maar hij komt over. Achilles Enschede moest het hebben van standaard situaties. En dan hoop je natuurlijk dat die bal een keer goed valt. Maar telkens kon Kwik Twente die bal uitverdedigen. Job de Horst keert na een langdurige blessure terug op het veld. Hij maakt zijn rentree. Belangrijk voor Achilles. Ingooi van Nijhuis. Joost Boers via Jongsma. Balverlies. Tim Helligers nog steeds aan de bal. En hij schuift de bal langs doelman Rijns.
en zet daarmee Quick 20 op een 0-3 voorsprong. Dames en heren, in de 19e minuut van de tweede helft is het dan 0-3 geworden in de voordeel van Quick 20. Achilles Enschede kwam in het tweede gedeelte van de tweede helft iets meer aan het voetballen. Hanteerde vaker de lange bal via Julian Gort. Keeper laat de bal los. En daar is Achilles ineens dicht bij een treffen, maar de bal gaat naast. Wederom Julian Gort. Bal richting Michiel Beurme, hij kopt door. Michiel Nijhuis. Steeds aan de bal. Maar zijn schot wordt gekraakt. Inmiddels in de slotfase. Torst neemt over. Via Rogier Beumer. Wederom Job Torst. En daar komt de bal in handen van doelman Enzink. Achilles Enschede kon vandaag geen vuist maken tegen hoogvlieger Quick 20. Het verliest. Thuis met 0-3. Volgende week gaat Achilles op bezoek bij Sportlust in Glanenbrug.